Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op natasjaonline.nl. Het is denk ik alweer echt een jaar geleden of zo dat ik voor het laatst een video opnam. En welke excuus heb ik daarvoor? Weinig inspiratie, weinig tijd. Oh ja, het is natuurlijk allemaal te maken, ik weet het niet. We gaan in ieder geval vandaag gewoon weer lekker een nieuwe video doen, een extra video doen. Naast de weeksvlogs die iedere zondag online komen. En ik heb vandaag voor jullie een shoplog van Primark. En dan niet voor mezelf, maar juist voor die kleine die daar aan het eten is. Voor de dreumes dus. En dan vooral voor de komende herfst, winter. Ja, komende herfst, winter. Ik dacht, er komt nog iets achteraan, maar die kwam niet. En nou ja, hoefde ook helemaal niet. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Of wat wij hebben gekocht voor Isabel. Dan is ze dus een keer Insta Fashionable. Wat zeg ik nou? Ik vond deze broek echt helemaal geweldig. Qua stofje is het ook gewoon lekker in de winter. Allereerst wat ik jullie laat zien in ieder geval. Is nu natuurlijk zeker niet de volgorde van kopen. Want ja, Maar toen ik bij de kassa stond. Dus eigenlijk begin ik feitelijk achteraan. Zag ik deze liggen. Dit is inpakpapier van Disney. Prinsessen. Kijk, met Sneeuwwitje en Ariel. En Belle. En Aurora. En Assepoester. En Rapunzel. Had ik Sneeuwwitje al genoemd? Ja, volgens mij wel. Volgens mij waren ze daar. Ja. En waarom ik dit nou heb meegenomen? Omdat het kinderinpakpapier is. Dat is nummer 1. En als tweede, omdat Isabel over 2 weekjes. Ja, over 2 weken jarig is. En we natuurlijk wel de losse cadeautjes die we voor haar hebben moeten inpakken. Want ze krijgt van ons haar nieuwe slaapkamer cadeau. Maar ik vond het toch sneu als ze helemaal niks zou krijgen. Dus ik dacht, inpakpapier nodig. En hoe duur was dit? Volgens mij 2,50. En het is een rol van 5 meter. Dus daar kun je ook wel even mee vooruit. Ze hadden ook nog een jongensvariant van Disney. Maar ik weet even niet meer zo goed wat erop stond. Of stonden daar nou dino's op? In ieder geval, ze liggen dus bij de kassa. Dan begin ik met iets wat we het foutste vonden. Maar die was in de aanbieding, zag ik hem eigenlijk per toeval hangen. Hij kostte ook echt maar 2 euro. En ik dacht, misschien kan ik haar ook wel fashionable maken. Misschien lukt dat wel. En als het echt totaal niks is, dan is het leuk. Is het een fijn, handig, leuk broekje? Nou, leuk. Is het in ieder geval een fijn en handig broekje voor thuis. Ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Zoals je kunt horen. Het gaat in ieder geval over dit okergele broekje. Met dus hele wijde pijpen. Ik weet echt niet zo goed wat ik ervan vind. Maar ik denk dat je dit best fashionable kunt kleden. Met gewoon een t-shirtje waar dan een t-shirt in zit. En dan misschien nog een vestje of zo eroverheen. Ik ga nog even op onderzoek uit wat leuk is. Maar dan is het een keer... Ja, is... Wat zeg je? In ieder geval, dan is het dus een keer... Dan is het dus een keer Insta Fashionable of zoiets. Ik dacht, weet je, boeiend. Voor die 2 euro kan ik het wel meenemen. En anders is het... Ja, het is echt wel een hele fijne stof. Dus voor thuis zou het sowieso al iets heel fijns kunnen zijn. Dus ik ga nog even kijken hoe ik hem kan gaan combineren. Ik krabbel hier gewoon lekker in mijn tas. En er komt vanzelf weer wat uit. Dus ik zeg al, totaal geen logica volgorde hierin. We beginnen... Oh, het zit hier wel allemaal vast. Dan kochten we dit schattige, schetige jurkje met lange mouwen. Met dit rokje, kijk nou. Oh, want dat maakt lettertjes. Ze hadden ook een heel leuk jurkje met korte mouwen. Maar we dachten, ja, we gaan toch wel de herfst in. Dus dan is dit leuker. Dus... En deze kostte 11 euro. As you can see. Daarnaast kochten we ook een wintertrui met waarop staat I got it from my mama. Ja, sorry hoor, maar die kon ik toen niet laten liggen. En hij was er ook voor 4 euro, dus. En het was echt wel een fijn stofje. Hij voelt echt ook nog zacht aan en wel dik, dus hij is wel echt warm. Maar dat is niet erg als we dadelijk weer zo'n lekkere winter krijgen met sneeuw en zo. Dan is dit wel een heel fijn broekje. Dan is dit wel een heel fijn broekje. Broekje. Wat zeg ik nou? Iets met zwangerschapsdementie of zo? Nou, we gingen vooral naar de Primark voor broeken, want die kwam zo giga tekort. En we kochten ook deze skinny, zoals ze dan toch wel gewoon heet. You're my favorite, staat erop. En die kost 9 euro. Ja, dat kan ik er meer over vertellen. Het is gewoon een broekje. Ik weet niet, ik was niet zo heel kapot overigens van deze rand hier. Maar
Misschien staat het met iets erbij wel schattig en met schoentjes eronder. Maar verder vond ik het wel leuk. Dus. Dan kocht ik ook nog een jegging. Dat is deze. Ik heb wel het idee dat deze iets kleiner uitvalt. Maar hier zit natuurlijk superveel rek in. Dus dat is wel super chill. En, want het is allemaal maatje 92 wat we gekocht hebben. Deze kochten we voor 6 euro. En sowieso is een jegging altijd wel fijn. Juist omdat hij zo rekbaar is. En ze kunnen gewoon heel fijn in bewegen. Het ziet er toch niet uit als een... Je hebt een legging met t-shirt aan. Maar wel gewoon je hebt een broek met t-shirt aan. Dus dat vind ik altijd wel fijn van jeggings. Ja, ben je klaar, schat? Juist omdat hij zo rekbaar is en ze kunnen gewoon heel fijn in bewegen. Het ziet er toch niet uit als een... Je hebt een legging met t-shirt aan, maar wel gewoon je hebt een broek met t-shirt aan. Dus dat vind ik altijd wel fijn van jeggings. En ik vond deze broek echt helemaal geweldig. Mama! Ja, wat is er, lief? Mag mama even de video afmaken? Doe maar even wat drinken. Je hebt er nog niet op. Je hebt gewoon je brood op tafel liggen. Ja, dat ziet mama wel. En we kochten dit broekje. Ik vind dit ook leuk met zo'n ripped jeans-achtig ding. En in het roze. Het is wel mooi, heel mooi oud roze. Ik vind de kleur ook wel echt gewoon mooi. Het is niet van dat hele felle roze of zo. Ja goed, dat snap je. De oud roze is ook geen fel roze. En dit broekje kochten we voor 8 euro. 8 euro. Daarnaast vinden wij jurkjes altijd heel erg schattig. En kochten we dit vliesjurkje. Het is een soort vliesstofje. En er zit ook een maillot bij. Dat is sowieso altijd handig als dat er al bij zit. Want dan... dat is gewoon handig. Hoef je dat niet apart nog te kopen. En we vonden hem gewoon lekker schattig. Gewoon lekker. Ja, schattig. Meer kan ik gewoon niet over vertellen. Ja, schattig. Oh, en we kochten hem voor... 11 euro. Nou, over leggings gesproken. Het is toch wel altijd heel erg handig om nog extra leggings te hebben. Dus we kochten ook nog even een 3-pack. 3-pack. Voor 5 euro. Met een blauwe, een grijze en een roze erin. Want het is toch altijd wel handig hoor. Zeker als je bepaalde spullen toch 2 dagen kunt dragen. Maar dat geldt vaak niet voor broeken en voor leggings. Of majo's. Het is majo. Oh, dus deze kochten we nog. En als laatste kochten we een duo pack met joggingsbroeken. Want die zijn altijd super fijn. Of voor na de zwemles of gewoon lekker voor thuis. Ja, ik bedoel, ik loop ook zelf heel graag in pyjama. Dus ja, 2. Ja, die zitten aan elkaar. Dus ik kan het niet heel goed laten zien. Maar in ieder geval in een roze en in een blauwe. En qua stofje is het ook gewoon lekker voor in de winter. Dus dan kan ze lekker in rondelen wandelen als ze pyjama dag hebben. En die kostte 7 euro. Nou, en dit was wat wij gekocht hebben voor onze dochter van bijna 2 jaar. Ze zit in maatje 92 ongeveer dadelijk. Ze zit nu ruim in 68. Dus 68, 86. Ik draai de hele tijd om. Ze zit nu ruim dus in 86 en 92 gaat ze natuurlijk in. En ik koop dan liever iets groter dat ze wat langer mee kan doen. Dat we het gewoon wat op kunnen rollen en dat soort dingetjes. Dan als je past erin en volgende maand past het er al niet meer in. Want ja, je hebt gewoon geen idee hoe hard kinderen groeien. Dat gaat echt wel heel erg hard. Ik hoop in ieder geval dat jullie het heel leuk vonden om weer een keer een extra video te zien. En als je ideeën hebt voor extra video's, dan laat het mij hieronder vooral bij de reactie even weten. Of DM me op Instagram of nou net wat. Want ik zoek dus ook wel een beetje ideeën als ik heel eerlijk ben. Nou, dan hoop ik jullie komende zondag weer te zien bij een nieuwe weekvlog. Of nou, ik zie jullie niet, maar dan dus zou het leuk zijn als jullie mij weer zien. En ik bel. En wie weet heel snel weer bij een nieuwe extra video. Bedankt voor het kijken. Of als jullie het leuk vonden, doe een blauw duimpje omhoog. Dat was de Primark tas. Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. En tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe. Houdoe.